Ja, de vraag is wel interessant. Waarom Nederland zo heel lang zo eenzijdig pro-Israël is gebleven? Dat heeft natuurlijk heel veel van doen met punt 1, schuldgevoelens die altijd nog leven bij een tal van mensen over wat er gebeurd is en vooral wat er nagelaten is. In Wereldoorlog 2, wat hebben we allemaal gefaald te doen, hebben we nagelaten te doen om mensen te redden van de hel van de Holocaust. En daar zit veel gevoel van ternauwernood, verdrongen schuld in de mensen. En er is een begrijpelijke reactie van die nog altijd doorwerkt om het wat we toen tekort hebben gedaan aan Joodse mensen die gered hadden kunnen worden, om dat nu te compenseren, te overcompenseren door onvoorwaardelijke en volle steun aan de staat van de Joden Israël. Dat is, er is een hele strijd over gaande nu. Ik zeg maar een voorbeeld. Europa wil niet langer leven met de situatie waar we nu al jarenlang mee bezig zijn gebleven, dat producten van landbouw of industrie die uit de nederzettingen komen, worden veelal in Israël van het etiket Made in Israel voorzien. Dat is een leugen. Het is niet Israël. Het is bezet gebied. Maar die etiket verschijnt er wel op. Daardoor komen ze op de Europese markt binnen voor verlaagde invoerrechten. Uiteindelijk betalen wij dan dus. En dat, daar wordt nu geprobeerd een eind aan te maken. En dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. We zouden zelfs, zolang de ernstige mensenrechten schendingen plaatsvinden, om de toegang kunnen weigeren of visumplichtig kunnen maken het bezoek van Israëli's aan Europa. Dat zijn politieke, psychologische signalen, maar van een geweldige kracht. Zulke dingen zouden wij kunnen doen als Europa.